I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess. Je kijkt naar de FIFA 20 AZ Alkmaar career mode. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 9. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat waardeer ik enorm. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant, maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Het is weer tijd voor de persconferentie. Vraag nummer 1. Deze vraag komt van Tobias Mulder. Heb je interesse in Zeefijk van Groningen, een moderne rechtsachter als vervanger voor Svensson? Het is ondertussen wel duidelijk dat Svensson het niveau niet aan kan. Ik vind hem gewoon te langzaam op die positie en hij komt gewoon te vaak in problemen. En als hij in de problemen komt, komen wij in de problemen. Dus dat kunnen we gewoon niet hebben. Ik ga Zeefijk op de lijst zetten en dan gaan we gewoon kijken hoe goed hij is. We hebben sowieso nog meer opties nodig voor die positie, want stel je voor dat Zeefijk dus niet goed genoeg is, dan hebben we nog andere namen nodig. Dus als jullie nog meer namen hebben voor als rechtsachter, reageer dan onderaan deze video of andere video's, want we gaan pas volgend seizoen een speler halen. Maar goed, ik ga Zeefijk sowieso op de lijst zetten. Ik denk niet dat er genoeg tijd is, want we moeten natuurlijk wachten op zijn scoutverslag. Maar zoals ik al zei, we hebben ook nog andere namen nodig, dus we hebben nog wel wat tijd. Volgend seizoen gaan we beginnen met echt aankopen doen. We hebben sowieso volgens mij niet heel veel geld meer over. In ieder geval, bedankt voor je vraag. Vervolgens heb ik Ruben Caro en Alliation Snake. Jullie zeggen beide Nathan Ake. Nathan Ake of Ake is al verkocht, dus we kunnen hem gewoon niet halen dit seizoen. Misschien volgend seizoen, dan is hij natuurlijk weer beschikbaar. Maar hij is al verkocht, dus helaas. En de laatste vraag komt van gewoon Lenny. Scout Carlos Cuesta. Een centrale verdediger met veel potentieel. Ik heb Cuesta op de lijst gezet, maar zoals ik al zei, ik denk niet dat ik genoeg tijd heb om hem te halen deze transferperiode. Mensen, het is tijd om te gaan beginnen. Let's go. De laatste dag van de transferperiode is hier. Maar voordat we gaan beginnen aan deze laatste dag, wil ik jullie eventjes wat laten zien, want dit is gruwelijk. Dit is de nieuwe Myron Boadu. Boadu heeft nu een echt gezicht in mijn serie en kijk naar dit gezicht, man. Zo gruwelijk gedaan, man. Gewoon echt accuraat gewoon. En de volgende is Kelvin Stanks met een verbeterd gezicht. Ik was niet tevreden met het vorige gezicht, maar ik had het gewoon zo gelaten. Maar deze is gewoon echt gruwelijk. Shoutout naar JoeBro_94 op Twitter. Deze man heeft die gezichten gemaakt. Gewoon echt gruwelijk, man. JoeBro, als je aan het kijken bent, we hebben nog Koopmijners. We hebben nog Wijndal. We hebben Idrisi. Je weet toch? Het is tijd om te gaan. Het is tijd om te gaan. We gaan beginnen. De laatste dag van het... What the? Pjanic naar Barcelona. Voor bijna 53 milli. Williams is naar Bayern München vertrokken voor bijna 52 milli. En op plek 3 staat Carvajal voor 44 milli naar Napoli. Netjes. De afkoopclausule van Kelvin Stanks is betaald door Chelsea. Echt niet. Kelvin Stanks blijft natuurlijk gewoon bij AZ. Het laatste uurtje in de transferperiode is hier. En we zien hier de nieuwe nummer 1. Insigne voor bijna 58 milli naar Borussia Dortmund. We gaan even snel kijken naar wat de Nederlandse ploeg hebben gedaan. Wij hebben dus Van Drongelen gehaald. Ajax heeft Dennis gehaald. Dennis van Club Brugge. FC Emmen heeft Ernst gehaald. FC Groningen heeft Mihojovic gehaald. Feyenoord heeft Botteguin verkocht en Dos Santos gehaald. Fortuna Sittard heeft Dianesi verkocht. Heracles heeft Cordero gehaald. VVV heeft Lissy gehaald. Vitesse heeft Linse verkocht. Oké. Willem II heeft Labrin en Roman gehaald en Wellerreuth verkocht. En dat was het. Het einde van de transferperiode is hier. Hatsi Diakus heeft een blessure opgelopen tijdens de training en is 3 weken uitgeschakeld. Lekker gedaan. We gaan even snel kijken naar een paar andere grote deals. Sanchez is vertrokken naar Manchester City. Benzema gaat weer samenspelen met Cristiano Ronaldo bij Juventus. Hij is vertrokken voor bijna 44 milli. Milik is vertrokken naar Atletico Madrid voor bijna 43 milli. Luis Suarez naar Leipzig? Zaha is vertrokken naar Inter Milan voor bijna 42 milli. Bernardeschi is vertrokken naar Leicester City. Juventus doet zaken, want ze hebben ook Gaia overgenomen van Valencia. Poulsen is vertrokken naar Leverkusen. Brozovic is vertrokken naar Wolfsburg. Draxler is vertrokken naar Napoli. Higuain is naar Chelsea vertrokken voor bijna 28 milli. Zielinski is vertrokken naar Villarreal voor bijna 28 milli. Corona is naar Liverpool vertrokken voor bijna 26 milli.
Chelsea heeft ook Januzaj gehaald voor iets meer dan 23 miljoen. Luke Shaw is vertrokken naar Gladbach voor iets meer dan 23 miljoen. Drone is vertrokken naar Wolfsburg voor 21,4 miljoen. Nathan Ake is vertrokken naar Newcastle United voor 21 miljoen. Hier zie je het dus staan. Juventus heeft ook nog eens Bellerin gehaald. Juventus heeft echt goede zaken gedaan, man. En dat zijn de grootste deals. We gaan naar de eerste... Nee. We gaan naar het schema. Dit is het schema voor deze aflevering. We zitten in de maand februari. We gaan het opnemen sowieso tegen Feyenoord. En natuurlijk de twee wedstrijden tegen Dynamo Kiev. En dan simuleren wij de wedstrijden tegen FC Twente en PEC Zwolle. Dat is het schema. Let's go. We gaan het opnemen tegen de nummer 1 van de Eredivisie. Feyenoord. We hebben 1 punt minder. Maar wel 1 wedstrijd meer gespeeld. Als we dus deze winnen komen wij op 55. Blijven hun op 53. Dan hebben we nog wel Ajax. Ajax zit nog wel in een betere positie dan ons. Dat is wel jammer. Maar we gaan het opnemen tegen Feyenoord, de nummer 1 op dit moment. Waarom doet Feyenoord het zo goed? Nou, dit is het antwoord. Jurgensen en Berghuis met 14 en 11 doelpunten. Sinisterra met 9 doelpunten. Oysakup met 6 assists. Jurgensen met 5 assists. Torenstra met 5 assists. Ver met 5 assists. Berghuis met 3. Ai, ai, ai. Maar wij staan op dit moment op nummer 2. Niet voor niets. De volgende moderne klassieker gaat beginnen. We gaan het opnemen tegen Feyenoord. Feyenoord staat op plek nummer 1 in de Eredivisie. Dus deze wedstrijd is super belangrijk. Want nu kunnen we kijken hoe we ervoor staan. Bissot op doel. Wijndal als linksback. Wuitens en Vlaar als centrale verdedigers. Svensson als rechtsback. Koopmeiners als verdedigende middenvelder. Mitchell als centrale middenvelder. Klaasje als aanvallende middenvelder. Idrissi als linksbuiten. Stengs als rechtsbuiten. En Bode in de spits. Ze hebben gewoon een echt gezicht. We gaan even kijken naar de bank. Druif. Aboglau, Evjen, Gudmundsson, De Wit, Aujan en Van Drongelen. Maar Gudmundsson. Wow. Goed dat ik hier ben gaan kijken. Verscharen. Jongen, bijna een fout gemaakt. 4 minuten ultiem. We spelen thuis. Feyenoord komt op bezoek. De nummer 1 tegen de nummer 2 op dit moment. Welkom bij de wedstrijd tegen Feyenoord. Het sneeuwt nog steeds. De nummer 1 tegen de nummer 2. Wij staan op plek nummer 1. Wij hebben de meeste doelpunten gemaakt. Maar Feyenoord op plek 3 met 58. Dus het verschil is minimaal. En dit is volgens mij Boadu. Boadu of niet? Laat jullie hem en Stengs ernaast. Ja, camerabeeld van niks. Maar kijk. Daar zag je het toch wel hoor. Hier nogmaals. Kelvin Stengs en Boadu. Kijk naar Boadu. Gruwelijk. Jongens, we gaan beginnen. Dit zijn de 11 voor Feyenoord. Bijlo, Karsdorp. Van Beek, Senesi, Malassia, Tapia, Oysjakub, Torenstra, Berghuis, Jurgensen en Sinisterra. Ze spelen vrij aanvallend. Dit is de opstelling, dit is de formatie. We gaan beginnen. Volgens mij hadden wij het eerste duel verloren. Sinisterra wil te langs. Lukt ook, maar natuurlijk Vlaar. Torenstra. Sinisterra. Sinisterra is er langs. Svensson is te langzaam. Svensson is te langzaam. Tapia. Tapia gaat er langs. Ai, ai, ai. Daar is het doel. Oh, we hebben geluk. Mooie actie van Tapia. Feyenoord met de corner. Feyenoord met de corner. Dit kan nog eens een probleem worden. En het wordt geen probleem. Gelukkig niet. Senesi met de misser. Daar gaat Idrissi. Ja, dat is een slechte paas van Klaasie tegen zijn oude ploeg. Ja, we moeten hem denk ik eraf halen. Want ik zit me ineens te bedenken. De eerste keer dat we speelden tegen Feyenoord speelde hij ook slecht. Er is niet heel veel gebeurd in de eerste helft. Dit zijn de feiten van de eerste helft. En zoals je kan zien, we hebben het zwaar tegen Feyenoord. 0 schoten tegenover 4. 46% balbezit. En schotnauwkeurigheid was niet eens aanwezig. Daar gaat... Oké, Svensson. Daar is Kelvin. Kelvin, gewoon goed verdedigd, ja. Tapia. Tapia. Hij is toch niet zo snel? En een schot van Tapia. Hoe, wat? Wie is Tapia? Hij speelt gewoon als een legende in deze wedstrijd. Ze hebben voordeel. Wow. En... Bissot, Bissot! Ik heb je nodig. Jongen, we zitten nog in de wedstrijd. Yo, wat een geluk. Wat een geluk. Wat een geluk.
Dubbele wissel aan de kant van AZ. Auwe en de Verschaar komen erin voor Wijndal en Klaasie. Klaasie speelde een slechte wedstrijd. Wat een aanval. Wat een aanval. Ja, daar komen ze. Tapia. Tapia is er weer langs. Waarom is hij zo goed in deze wedstrijd? Die zot houdt ons in de... Waarom is Tapia zo goed ineens? Kom op nou, man. Boadu komt er niet bij. De aanval is klaar. De aanval is klaar. Laatste kans voor ons. Kom op. Winnende. Kom op. Winnende. Winnende. Kom op nou. Naar voren. Boadu. Nou ja, tuurlijk scheid. Applaus voor jou. Applaus voor jou. Je kon gewoon niet wachten om af te fluiten. Jongen, jongen, jongen. 0-0. Dit zijn de feiten van de wedstrijd. Wij hebben 2 keer geschoten op doel. Feyenoord 8 keer. 45% balbezit. Schotnauwkeurigheid 0%. Ja, ja, ik heb verder echt niks te zeggen. We moeten blij zijn met 1 punt. Want we waren gewoon echt niet goed genoeg voor Feyenoord. Wat een frustrerende wedstrijd was dat tegen Feyenoord. Maar aan de andere kant, we moeten het ook positief zien. Want Jurgensen en Berghuis zijn gewoon 2 van de beste spelers in de Eredivisie op dit moment. In deze Keremo. Dus we hebben het aan de andere kant toch wel goed gedaan. De volgende wedstrijd is tegen FC Twente. Deze gaan we simuleren. We gaan even snel kijken naar de stand. Ze staan op plek 7. Ja, dat is best wel netjes. Met 35 punten. De wedstrijd tegen FC Twente met het eerste elftal. Alsjeblieft geen blessures. Klaasie deed het heel slecht in de vorige wedstrijd tegen Feyenoord trouwens. Dat is echt zo jammer. Maar goed, iedereen was een beetje... Wow, wow, wow. 4-0 tegen Twente. Idrissi met een hat-trick en Klaasie ook met een doelpunt. Hij heeft me gehoord. Avian speelde mee in de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar hij is nog steeds niet tevreden. Ja, ik vind nu wel dat je te veel klaagt. De eerste wedstrijd in de ronde van 32 gaat beginnen. We gaan het opnemen tegen Dynamo Kiev. De wedstrijd tegen Dynamo Kiev gaat bijna beginnen. We spelen met hetzelfde elftal. 4 minuten ultiem. We spelen thuis. Ja, wacht even. Wow, wow, wow. Zelfde elftal zei ik. Goodmanson. Ja, ik moet het ergens anders veranderen. Ik weet het, maar heb ik nog niet gedaan. We gaan beginnen. 4 minuten ultiem. De eerste wedstrijd. Woeh, tegen Dynamo Kiev. De wedstrijd tegen Dynamo Kiev gaat beginnen. Ronde van 32. Dit zijn de 11 voor Dynamo Kiev. Boyko, Sidorchuk, Verbic. Waar was ik gebleven? Laat maar zitten. Ik ben alweer in de war. Dit zijn de spelers. 4-5-1 formatie. Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten van hun. We gaan beginnen. Een vroeg doelpunt zou fijn zijn. Klaasie. Boadu gaat hem weer verliezen of niet? Boadu! 1-0 voor AZ in de Europa League. En dit is Boadu. Eindelijk kan ik hem laten zien. Het nieuwe gezicht. Gruwelijk gedaan, nogmaals. Stanks. Is dit een assist? Ik vraag het me af. Ik denk het wel. Misschien ook niet. Maakt niet uit. We staan voor met 1-0. Dat is het allerbelangrijkste. Wat een doelpunt. 1-0. Myron Boadu heeft 5 doelpunten gemaakt in de Europa League. Lekker. Daar gaat Stinks. En in 1 keer geschoten, Mitsu. Nog steeds 1-0. Svensson wint het kopduel. Laatste kans. Stinks. En waarom niet? Oh, Boadu. Prachtige paas van Stinks. Ja, oké. Okay. De eerste helft is voorbij. Maar dat had wel een doelpunt moeten zijn. Jammer, man. De feiten van de eerste helft. Dynamo Kiev 0 schoten, wij 5, waarvan 3 op doel. 54% balbezit, schotnauwkeurigheid 60%, paasnauwkeurigheid 81%. We zijn beter, maar ja, 1-0 maar. We weten hoe het werkt.
Idrissi! En wat een redding van Boyko. Wat een redding. Corner voor AZ. Klaasie. En Wuitens. Bijna. Kelvin Stengs. Kelvin Stengs geblokt. Idrissi met een... Wat? Ja, leg mij dat maar uit, Idrissi. Wat was dat? In één keer geprobeerd te schieten, maar weer goed verdedigd. Ja, ze worden onder druk gezet. Stengs. Stengs. Kelvin Stengs scoort. Wedstrijd voorbij. Waar is de camera? Waar is de camera? Hier is Kelvin Stengs met zijn nieuwe gezicht. Ik moest het gewoon laten zien. 2-0. Baldu en Stengs met de doelpunten. We hebben een voorsprong van 2-0, maar is het voldoende? Daar gaat Kelvin Stengs. En weer Kadar met de redding. Weer Kadar. Ja, Kelvin Stengs is een probleem. Dat zie je hier. Baldu! Waarom niet? Waarom niet? Waarom geen doelpunt? Drie dubbele wissel aan de kant van AZ. Kelvin Stengs, Baldu en Klaasje gaan eraf. In de blessuretijd. Zo winnen we wat tijd erbij, maar... En dat is de laatste aanval. Jammer, jammer, jammer. 2-0. Is het voldoende? Is het voldoende? We hebben nog de return tegen Dynamo Kiev. Dan gaan we op bezoek. Ik hoop het. De volgende wedstrijd is tegen PEC Zwolle. Wacht even. We moeten denk ik voor de zekerheid met het tweede elftal... Ja, we moeten sowieso, want het eerste elftal is nog niet... Nee. Okay. Tweede elftal tegen PEC Zwolle. Oeh, dit is lastig, want... Maar we spelen wel thuis. We spelen wel thuis. Het tweede elftal tegen PEC Zwolle. En we spelen gelijk. We spelen gewoon gelijk. Helaas, helaas, helaas. We spelen gelijk tegen PEC Zwolle. We gaan naar de return tegen Dynamo Kiev. Baldu en Stengs hebben gescoord. Maar is het voldoende voor de volgende ronde van de Europa League? Voorsprong van 2-0. Maar is het voldoende? Dit is de opstelling van Dynamo Kiev. Vrij verdedigend. Vrij verdedigend. Het is tijd. We gaan het zien. Klaasie gaat erachteraan. Is niet meer nodig. En daar is een mooie paas. Daar is een mooie paas. Dit kan... Ai, ai, ai. En het doel... Wat? Ja, die camerastand is echt jammer gedaan, maar... Even kijken... Hier kan ik het beter zien. Maar valt wel mee. Valt wel mee. Hier is Wendal. Idrissi. Daar krijgt Idrissi de bal van. Oeh, aanname is heel zwak. Maar. Daar. En dat is een heerlijk doelpunt van Idrissi. Wat een knaller. Jongen, is dit misschien doelpunt van het seizoen? Ik heb geen idee, maar ja, dit doel... Ja, misschien zag het er mooier uit omdat ik natuurlijk deze camerastand heb. Maar toch, Dynamo Kiev heeft heel lang balbezit op dit moment. We hebben het zwaar. We hebben het moeilijk. Maar we komen eruit. Kelvin Stengs is er langs. Geef de paas, daar op Baldu. Ah, krijgt hem niet bij Idrissi. Ja, jammer. Oh, oh, oh. Oh, wat een misser van Kelvin Stengs. Waarom niet gewoon een volley? Wijndal wint het kopduel. En het is Baldu. Baldu met het volgende doelpunt voor AZ. Wat een heerlijke avond.
Daar gaat Boudou. Daar gaat Boudou. Daar gaat Boudou. Ah, skill moves. mijn fout. Ik heb weer die blackout. Overname. Koopmijners. Geblokt. Bal weg. Of hebben we... Nee, we hebben geen kans meer. Wat de eerste helft. Ja, Dynamo Kiev is gewoon niet goed genoeg voor AZ. De feiten van de eerste helft. We hebben 4 keer geschoten, waarvan 3 op doel. En 2 doelpunten zijn daaruit gekomen. 40% balbezit maar. Wat? 75% schotnauwkeurigheid. Dat is dan wel weer goed. Dynamo Kiev maar 1 keer geschoten. Lekker. Idrissi. Nogmaals. Idrissi. En dit keer de redding van Boyko. En we moeten oppassen voor het schot van Dynamo Kiev. Geen probleem. We gaan proberen om Wijndal een keer te activeren. Laten we dat een keer doen. Daar gaat trouwens Idrissi. Wijndal gaat ook mee trouwens. En waarom niet? Waarom niet? Wijndal met de assist op Boudou. 3-0. Wijndal ging helemaal mee. Vanaf het begin tot het eind. En Dynamo Kiev had daar niet op gerekend. Wijndal met de assist. Eindelijk een keer Wijndal. Eindelijk. Dit is wat ik voor hem zie in de toekomst. Meer assist. 3-0. We kunnen gaan wisselen. We kunnen onze spelers rust gaan geven. Want de volgende wedstrijd is tegen Ajax. De volgende aflevering trouwens. Oké. Verscharen. Podu gaat rust krijgen. Stinks gaat rust krijgen. Even kijken. Zullen we een keer met Aboglau? Hij is niet fit. Jammer. Nee, wacht. Nee, Wijndal heeft gewoon... Nee. Maar aan de... Verscharen. Want Aujan klaagt. We gaan dat gewoon doen. We gaan het anders doen. Even kijken. Maar hij kan niet als... Aujan gaat spelen. Want hij klaagt. Dus we geven hem de minuten. Boudou stinks. Verdienen rust. Hier is Wijndal weer. Wijndal, jongen, Wijndal, jongen, wat is dat? Vandaag is jouw dag? Daar is Wijndal, oh, hij mag niet scoren, hij mag gewoon niet scoren. Waarom niet? 4-0, Idrissi scoort ook, lekker hoor, 4-0, makkelijke avond. Tegen Dynamo Kiev. Wat een wedstrijd. Ja, we gaan het weer doen. Het is Wijndal. Oh, wat een slijding. Smerig goed. Oh, walgelijk goed. Hier is de counter voor Dynamo Kiev. 4-1 in de blessuretijd. Waar gaat het heen? Niet verdiend. Zo jammer. Zo jammer dit. En de viering van FIFA is weer. Oh. We winnen. Heel overtuigend van Dynamo Kiev. En we gaan door naar de volgende ronde in de Europa League. Maar tegen wie? De feiten van de wedstrijd. We hebben 10 keer geschoten op doel. Dynamo Kiev maar 3 keer. 46% balbezit. Schotnauwkeurigheid 80%. Ja, heel overtuigend gewonnen. Dit is de nieuwe stand in de Eredivisie. En Feyenoord nog steeds op plek 1 met 63 punten. Op plek 2 staat Ajax met 62 punten. En wij staan op plek 3 met 57 punten. Ah, zo frustrerend, maar wel in de top 3. Wel in de top 3 trouwens. PSV op plek 4 met 52 punten. FC Utrecht op plek 5 met 46 punten. Trouwens, de top 4 heeft de Europese tickets in handen. Heracles op 6. FC Twente op 7, Vitesse op 8, Fortuna zit daar nog steeds op 9, dus in de top 10. En FC Groningen op plek 10, ook netjes gedaan. Wie valt tegen eigenlijk? Heerenveen, sowieso. Willem II, sowieso. En ja, dat was het wel. De topscorer in de Eredivisie is nog steeds Boudou met 23 doelpunten voor AZ. Maar Jurgensen komt dichterbij met 19 doelpunten voor Feyenoord. En op plek 3 staat Kerk met 16 doelpunten voor FC Utrecht.
De man van de assist in de Eredivisie is nog steeds Kelvin Stanks met 15 assists voor AZ. Op plek 2 staat Ziyech met 13 assists voor Ajax. En op plek 3 staat Mitchu met 10 assists voor AZ. Ja, Mitchu, ik zeg het jullie al. Ik had veel kritiek op Mitchu aan het begin van dit seizoen. Maar hij pakt wel zijn assist. En dat is heel erg belangrijk. Mensen, dit is het einde van deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat waardeer ik enorm. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant, dit kanaal interessant, maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan op mijn kanaal als je mij wil blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. I'm outski. I just need to clear.